juist. Borsten. Want jaarlijks tussen de 8.000 en 10.000 vrouwen gaan onder het mes om hun borsten te laten vergroten. Jazeker. En Gwen twijfelt of zij een van die vrouwen zou moeten zijn. En daarom gaat ze op onderzoek uit. Soms heb ik van die momenten en dan denk ik, ik heb wel mooie borsten, maar zouden ze niet nog mooier zijn als ze wat voller waren? Denk ik zo 's ochtends voor de spiegel, of als iemand een kutopmerking maakt. Ik dacht dat je veel grotere borsten had. En daarom ga ik op onderzoek uit om te kijken of ik het zo laat, of dat ik de natuur een handje ga helpen. Gwen start haar onderzoek bij een plastisch chirurg. Ze wil weten wat er allemaal bij een operatie komt kijken en natuurlijk hoe grote borsten haar zullen staan. Ik ben hier om de voor- en nadelen van een borstvergroting af te wegen en ik ben heel erg nieuwsgierig. Maar het belangrijkste wat ik eigenlijk meteen wil weten is, wat kan er misgaan? De meest voorkomende complicaties die kunnen voorkomen na een borstvergroting zijn kapselvorming, infectie of een nabloeding. Dat zien we heel weinig, dus eigenlijk minder dan 1% van de gevallen komen de complicaties voor. Wat is er allemaal mogelijk? Er is heel veel mogelijk. En wat ook heel belangrijk is, is wat wil jij? Wil je een zo natuurlijk mogelijk ogende borst, een vollere borst? Wat zijn jouw wensen? Dat is heel belangrijk. De voorwaarde is wel dat als ik het doe, dat het zo natuurlijk mogelijk is. Dat niemand ziet dat het is gebeurd. Kan dat? Ja, dat kan wel. Omdat heel veel vrouwen ook al push-up BH dragen. Dus iedereen is jou al gewend in bepaald volume. Om erachter te komen hoe Gwen er met een grotere cupmaat uitziet, wordt ze opgemeten en krijgt ze speciale protheses. Oké, dan gaan we de tweede pasprothese erin doen. Mag je t-shirtje aandoen? Zo, dit is wel ik heb gewoon een dikke décolleté. Hoeveel zou dit kosten? Dit kost €4600. Als je er dan voor gaat, dan moet je er ook wel echt voor gaan. Het ziet er goed uit, maar ik moet er wel echt even goed over nadenken. Dat moet je ook zeker doen. Hoi. Om Gwen te helpen met haar beslissing vragen we mensen op straat wat ze mooier vinden. Groot of klein? De rechtse foto, ik vind dat niet helemaal natuurlijk en links wel. En dat vind ik gewoon, mooi stijl. Moet wel echt zijn. Yes! Haar eigen borsten die zijn passen bij haar. Die vind ik heel mooi. En die andere borsten die zijn heel groot en die brengen haar uit verhouding. Ik ben zelf niet zo'n fan van borstvergroting van siliconen en zo. Nee, ik ook niet. Echt totaal niet. Ja, ik vind de rechterfoto vind ik beter dan de linker. Die moeder? Nou ja, het staat toch wat meer vrouw. Ik vind die linker beter omdat die zeg maar meer natuurlijker is. De linker figuur die kan het wel iets beter, als ze zich iets beter aankleedt, dat het er ook beter uitziet. Mijn voorkeur gaat naar de kleine eigenlijk. Ja, de grote vind ik iets too much. Ik vind duidelijk de rechterfoto mooier. Nou, ik vind een goed gevulde borst vind ik wel heel mooi. Oude viespeuk. Ik vind kleine borsten veel mooier, ja. Ook al zijn het mijn borsten, ik moet toch eerlijk zeggen dat de mening van anderen me wel echt wat doet. En ik was klaar voor het allerergste. Grote borsten zijn beter, borstvergroting, let's go. Maar bijna al deze mensen zijn positief. Klein, maar fijn. Maar daar denkt Margreet anders over. Ze heeft 2 maanden geleden haar borsten laten vergroten en gaat nu voor het eerst sinds die operatie lingerie kopen voor haar nieuwe cupmaat. Hey, als jij dit gewoon meeneemt, dan... Komt vast wel goed. Wat mooi. Wat vind je ervan? Ja, mooi. Kon je zo'n BH vroeger ook aan? Nee, zeker niet. Wat voor cupmaat had je eerst? Tussen A en B. En nu? Tussen een, nou ja, ik dacht C en D, maar dit is een E. Dus het is groter geworden dan je dacht? Ik ben ook veel blijer hoor. Ik voel me echt, het is niet dat je per se dikke borsten moet hebben of zo. Maar in mijn hoofd, ik zat er zo mee. Van, ze waren ook niet scheef, ze waren niet lelijk. Ze waren gewoon echt heel klein. En wat nou als je twijfel hebt? Ik ben super wispelturig. Denk je niet dat je ooit gaat denken, hey? Nee, helemaal niet. Ik ben hier zo blij mee, maar ik twijfelde ook niet. Ik wou het zo lang en zo graag en ik zat er zo erg mee. Ja, maar als je twijfelt en je zit er niet echt omheen, nou, dan ga ik je niet aanbevelen om een borstvergroting te doen, nee. En wat zijn de nadelen? Wat doet heel veel pijn. Ja? Het doet echt heel veel pijn. Ik kan de eerste 2 weken echt niet zoveel. Oh, wat mooi. Want hier ben ik echt jaloers op, want ik kan zo'n BH niet aan. Dit, want ja, dit is mooier met grotere borsten dan met kleinere. Als je zo naar jezelf kijkt in de spiegel, ben je dan 100% tevreden? Dat kan altijd beter.
Maar ik ben wel blij met mezelf. En wat kan er dan beter? Nou, even dat buikje wegsporten zo. Wacht, zweetklieren doorbranden. Zweetklieren doorbranden? Ja, dat is ook nog. Anders heb je in de zomer allemaal leuke shirts en dan krijg je zweetplekken. Maar houdt het dan ooit op? Want als je eenmaal gaat beginnen met jezelf verbeteren... Ik zou niet alles doen, want ik vind... Als het 100% weet ik van al die botox dingen, vind ik niet zo mooi. Dit was het enige waar ik echt zo erg mee zat dat ik het heb veranderd. Maar het is niet, oh, nou, volgende maand doen we liposectie. Dan ga ik mijn kont liften, weet ik veel. Dat ga ik allemaal niet doen. Maar je sluit het niet uit? Nee, ik zeg niet dat ik het nooit zou doen. Ik kan in ieder geval zeggen, want het is voor vrouwen toch wel belangrijk, hoe andere vrouwen denken, dat je er echt perfect uitziet zo. Nou, dank je. Ik zou er niks meer aan doen. Ga ik ook niet doen. En ik zou die BH mee naar huis nemen. Maar ik denk dat je vriend daar heel blij van wordt. Ja, als een verrassing, hè? Ja. Mijn onderzoek zit erop. En ik heb alle informatie die ik nodig had gevonden. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind een paar volle borsten nog steeds ontzettend mooi. En ik heb bij de plastische chirurg gezien dat het me ook wel zou staan. Alleen hoe je het ook bent of keert, het blijven risico's en er kan altijd iets misgaan. Ik vind het te moeilijk om nu een harde ja of nee te zeggen, maar ik ben voorlopig toch wel blij met mijn kleine toppers.